Ook ben ik begonnen met het doorgeven aan twee kinderen die ik ken. En we hebben samen in hun tuin een bak gemaakt waarin zij ook groenten verbouwden. En ze waren zo blij en verbaasd met dat worteltje wat ze zelf hadden laten groeien. Dat ze nu bijvoorbeeld meer groente eten en het extra lekker vinden, want het is hun eigen groente. Ik hoop in de toekomst hier in het Groene Sticht of misschien elders dit door te kunnen geven aan groepen kinderen of volwassenen. Het is mogelijk om kleine groenten, hele gezonde groenten verbouwen.